Ik heb een hele simpele boodschap die volgens mij iedereen met mij deelt. Namelijk, iedereen leert op zijn of haar manier. En ik wil laten zien vanuit de neurowetenschappen dat we die boodschap veel serieuzer moeten nemen. Dus 80 miljard neuronen en die hebben 10 uitzendingen. En wat doen die nou? En dat is eigenlijk nou een theorie die nu weer helemaal terugkomt. Een van de grote dingen die ze doen is een model maken van de wereld. Iemand met schizofrene trekken, die kan heel goed dingen verzinnen die er niet zijn, maar die zitten al wel in het hoofd. Dus die hoort stemmen die hij bijvoorbeeld eerder gehoord heeft. Want die stemmen, dat is een intern model wat je in je hoofd hebt. Nou, dit is een voorbeeld. Hè? Wie kent hem niet? De helft van de mensen zag de jurk als goudkleurig, de andere helft als blauw. Ik zag hem bijvoorbeeld als goudkleurig en dan kijk je naar en denk je, ja, dat kan niet dat je hem als blauw ziet, denk je dan. Het is zo duidelijk goudkleurig. En dit is een mooi voorbeeld, dus dat het model wat jij hebt van de wereld bepaalt echt letterlijk hoe jij zoiets ziet. Dus de hersenen die proberen echt te voorspellen wat er gaat gebeuren. En waarom doen we dat nou? Om verrassingen te voorkomen. Dus als we nu voortdurend voorspellen en we willen geen verrassingen hebben, hoe kan het dan toch zijn dat er iets nieuws ontstaat? En ik denk dus dat kunstenaars daar juist naar op zoek zijn. Die denken van, ik weet dat dit mooi is. Deze twee kleuren samen, die vind ik mooi. Maar ik ga nou toch eens een keer kijken, wat er gebeurt als ik een andere kleur erbij doe. Dus dat noemen ze exploreren. Er zijn neurotransmitters, die zijn erbij betrokken bij hoe je nou dat model gebruikt. Dat interne model wat je hebt van de wereld. En dopamine is een van die neurotransmitters die vaak genoemd wordt. Dus als jij een voorspellingsfout hebt, dan leer je. Dus dat is iets wat mij ook maatloos stoort op scholen, daar wordt nog steeds fouten geaccentueerd. Terwijl nee, je moet juist altijd blij zijn dat mensen fouten maken. Dat is het moment dat leren plaatsvindt. Bedankt voor jullie aandacht en keep educating yourself is mijn take-home message. Dank jullie wel.